Hartelijk welkom bij Enna Lifestyle. Ik heb vandaag Carla bij me. Carla van de Puttelaar van vakblad Kleur en Stijl. En dat is een vakblad voor stylistes, professionele stylistes. Dus die mensen adviseren over kleur, stijl in relatie met hun doelen die ze willen behalen. Ja, dit programma gaat over lifestyle en de beste versie van jezelf. Nou, ik zou heel graag willen weten, hoe doe jij dat nou? De beste versie van, hoe zou je dat omschrijven? Wat is voor jou de beste versie? Ja, de beste versie van jezelf zijn betekent dat je uiterlijke uitstraling past bij de doelen die je wilt behalen in je leven. En dat kan op werkgebied zijn, maar dat kan ook op privégebied zijn. En zo is het. En zo is het. En zo is het. En ja, dit is nou ja, weet je wat het leuke is? Dat mensen vaak niet bewust zijn hoeveel effect kleur en kleding heeft op je uitstraling. En we weten wel dat die eerste indruk heel belangrijk is. Maar toch beseffen mensen niet altijd voldoende dat zelfs een stof of een design wat je kiest, een print, dat effect heeft op of je serieus genomen wordt of niet. Ja, precies. Het mikt eigenlijk heel nauw en vaak hebben mensen het niet in de gaten. Nee, dat klopt. Ja. Dus ik weet niet of dit zo kan. Nou, dit is een hele mooie soepel shirt wat je draagt aan de bovenkant. Dat past ook bij jouw figuurvorm heel mooi. Dat heb ik natuurlijk al even snel geanalyseerd. Even gecheckt, hè? Ja, ik ben precies. Al helemaal door de scanner gegaan, ja, of niet? Ja, ja, dat gaat in één keer door. Ja, ja. Dat zal je bij iedere stylist ook zo zien. Die scant in één keer van boven naar beneden. En die heeft daar meteen een beeld voor. Maar natuurlijk gaat het uiteindelijk om dat we als stylist, dat je met name door de informatie die je krijgt van je cliënt, dat je daarmee de kleding uitzoekt die ook echt past bij de persoonlijkheid. Het is niet een toneelstukje of een imagoverandering wat je doet. Maar het gaat om die fine-tuning, die finesse die je maakt in je kleding, waardoor het gewoon ook helemaal klopt. En dat het ook voor iedereen is het nu toegankelijk. Vroeger dacht men, de BN'ers gaan er naartoe. Maar eigenlijk is het voor iedereen hartstikke leuk. Ja, je ziet het ook steeds meer. Hè. Je ziet ook dat winkels het meer gaan doen. Die maken ook meer gebruik van professionele stylistes. En ik denk dat dat ook een hele mooie ontwikkeling is. Want ik vind dat iedereen ook echt recht heeft om dat een keer te ervaren. Nou, ik denk dat het de gouden tip er nu aankomt van jou. Ja, ik zou zeggen, Nederland, bezoek de stylist. En waardoor je precies datgene bereikt in je leven wat je heel graag wilt. Nou, de beste versie van jezelf dus. Dankjewel, Carla. Graag gedaan. Helemaal goed. Super.